Een flink aantal buurtbewoners viert het feestje mee. Deze boerderij is nu van de buurt. Wat we vandaag bij de notaris gedaan hebben, dat die stal, die hier gewoon niet hoort, dat die er niet komt en dat die er ook nooit zal komen. Een proces van bijna 4 jaar komt hiermee ten einde. Protesten, politieke vergaderingen en rechtszaken. Het heeft veel invloed gehad op de buurt. Ja, er zijn allerlei mensen die in spanning hebben geleefd. Het heeft de buurt soms gespleten, want er zijn natuurlijk ook mensen die het initiatief wel steunden. Soms letterlijk aan de keukentafel dat man en vrouw verschilden van moet het er nou wel of niet komen. En dat is ook slecht voor een buurt. Hè? Nu is het beëindigd en dan kunnen we ook verder. De landbouwgronden en een bosperceel zijn direct weer doorverkocht aan de provincie Gelderland en aan natuurmonumenten. De provincie die doet de graslanden en die gaat dat gebruiken om hier het landschap, juist een ruilverkaveling met de boeren, om de agrarische bedrijfsvoering te verbeteren en tegelijkertijd ook de landschapselementen te behouden en ook weer wat te herstellen. Het landschap heeft dan een fijnmazige dooradering van houtwallen, bloemrijke bermen, mooie slootkanten. Dat is ons doel. Rest nog één ding, de verkoop van de boerderij. Dankjewel.